en dit is gezond, want het is fruit en er zit geen suiker in. En wat vind jij het lekkerste? Alles, in ieder geval geen spruitjes en groenten. Appels gezond en peer en sinaasappel. Hoe vind je het hier? Gezellig, met mijn vrienden. Acht uur 's ochtends. De plaatselijke winkelier brengt de boodschappen voor de lunch op de Einsteinschool in Amsterdam. Het is één van de 9 basisscholen in deze stad waar de GGD een jaar lang een pilot houdt om kinderen op school veel gezonder te laten eten. Wat heeft u vandaag allemaal meegebracht? Ik heb een fruit, een groente, een brood, een ei erbij en melk. Een soort fruit, ik heb druiven, appels, bananen. De lunch wordt voorbereid door speciaal opgeleide moeders die betaald worden voor hun werk. Voor de Einsteinschool was het dringend noodzakelijk om de eetgewoontes van hun kinderen tussen de middag aan te pakken. Op onze school is veel overgewicht. Ja, 42% van de leerlingen heeft overgewicht en 14% daarvan heeft obesitas, dus ziekelijk overgewicht. Het is 10 keer groter dan die. Ja, ik kan hem niet precies op maat krijgen. Ook de kinderen moeten meehelpen met het klaarmaken van het eten. Gewoon zo. Ja. Het is een zoektocht, hè, van hoe doe je het nou zo dat het voor iedereen goed gaat en dat de kinderen het eten waarderen. Nou, een van de middelen daartoe is kinderen inzetten bij de bereiding. Dat ze zien wat er klaargemaakt wordt. Er is bijvoorbeeld ook een meisje ergens in groep 8 die zegt, ik lust alleen dingen uit de winkel, kant-en-klaar dingen. Als zo'n meisje betrokken wordt bij het klaarmaken van het eten en misschien wel even een likje uit de pan neemt, oh, dat is misschien toch wel lekker. Dan ga je anders om met het eten wat je op je bord hebt liggen op een gegeven moment. Zora. Wat is dat? Wat is dat? Goeie vraag. De gezonde lunch wordt 2 keer per week geserveerd voor de overblijvers en de hoogste 2 klassen van de Einsteinschool. Eet je altijd gezond thuis? Nee, niet altijd. Nee? Wat eet je dan thuis? Vertel eens. Patat, frikandel, kroket. Maar toch niet elke dag? Wel, bij mij is elke dag patat. Ja? Als je nou moet kiezen tussen thuis eten of hier? Dan zou ik liever thuis eten. Ja, waarom? Omdat ik het dan veel gezelliger vind met mijn ouders. Ja. Maar krijg je dan ook zo'n gezond broodje als hier? Ja. Ja? Het liefde, joh. Is dat niet zo? Ja, ik krijg toch een gezond broodje. Zeg ze niet de waarheid? Nee? Vertel dan, wat denk je dat ze eet? Frikandel, pakken patat. Merkt u iets van effect van het feit dat ze een goede lunch krijgen tussenmiddag als de kinderen bijvoorbeeld 's middags weer naar school gaan? Merk je aan het gedrag van de kinderen. In welke zin? In de zin dat ze dan toch iets rustiger zijn dan normaal. De katholieke basisschool Jan de Doper doet ook aan het GGD-experiment mee om het eten op school te verbeteren. Kinderen die overblijven krijgen vandaag een zelfgemaakte warme lunch in een speciale restaurantruimte. Wat eten we vandaag? Pizzaatjes. Als kinderen hier elke dag komen eten en je ziet die blije gezichten, ze begonnen dingen te leren eten. Wat ze in het begin niet aten, gingen ze later wel eten. Want dan horen ze van anderen van, oh, maar dat is hartstikke lekker, je moet het maar eens proeven. En zo gebeurt het dus. En kunt u een voorbeeld noemen van wat ze dan vroeger niet aten en nu misschien wel? Nou, bijvoorbeeld bruinbrood. Sommige kinderen eten geen bruinbrood, alleen maar witbrood. En nu wel. En groentes.
verschillende soorten soepen. Ze worden dan wel helemaal gemixt, zodat je helemaal niks meer ziet. Maar toch van de smaak van hout is lekker. Het is eigenlijk, iedere week is het wat anders. De ene keer is het fruit met brood of couscous bijvoorbeeld. En daarna brood of gekookt ei. En ik merk dat kinderen nou, toch wel benieuwd zijn van wat gaan we deze maandag eten. En er wordt ook flink van gegeten. Wat is gezond eten? Nou, jij mag eerst. Patat. Nee, nou even heel serieus. Zo serieus. Groente. Sla. En hoe heet het? Aardappel. Door de fruit of de salade of de soep die we af en toe presenteren, gaan kinderen toch met elkaar in gesprek. En van, ik vind het lekker of ook een beetje stoerdoenerij. Ik heb al 4 stukjes op. En dus de kracht van de kinderen wenden we aan om samen gevarieerd te leren eten. Dat Zijn Jan de Doper voor de eerste keer dat doet als eerste school, dat vind ik wel prima. Dat een, eigenlijk dat over de liefste, over landelijk, dat leren je ook andere kinderen, zoals ik zei, kinderen stimuleren om gezond te eten. En niet meteen naar Febo te gaan bijvoorbeeld, om een patatje te halen of naar McDonald's. Dat vind ik heel goed. Ik vind het een heel goed initiatief. En een gezond initiatief. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat dat aangepakt wordt. Een goede manier om bewust te zijn met van wat je eet, wat je doet. Dat dat ook niet alleen thuis zo moet, maar dat dat overal zo kan zijn. Op school. Samenhorigheid die daarbij is. Ja, dat vind ik erg, ben ik heel erg blij mee. De pilot voor gezonder eten op scholen is opgezet door de GGD Amsterdam. Doel is na te gaan hoe je gezondere lunches op school kunt organiseren. En dat allemaal in de strijd tegen toenemend overgewicht bij kinderen. Het is een immens probleem van wat ik nu zie al in de spreekkamer is. Voorheen had je suikerziekte, een soort ziekte, suikerziekte, dat zag je bij vrouwen, oude vrouwen, 60, 70 jaar. Dat zie ik nu bij kinderen van 10, 20 jaar. En eigenlijk alle mensen in ons land die blind zijn, of het merendeel, dat zijn mensen die suikerziekte hebben. Dus je krijgt steeds grotere problemen. En dat vertaalt zich niet als mensen 60, 70 zijn, maar dat zie je nu straks als mensen 40, 50 zijn. En dat wordt dus medisch gezien wordt dat een heel groot probleem. En dat wordt een kostenpost die vele malen groter is dan allerlei tumoren, kanker en ook het roken en hart- en vaatziekten. Van wie is nou eigenlijk het probleem van gezonde voeding op scholen? Is dat de ouders? Is het de school zelf? Is het de Rijksoverheid? Dat zijn interessante vragen die wij als school ook vaak stellen. Van moeten we dit ook weer van de ouder afnemen? Want die vraag wordt toch regelmatig gesteld. Van, in feite geef je ook ouders weer het predicaat van, ja sorry, u doet het eigenlijk niet goed genoeg, want dit is het resultaat. Aan de andere kant, je kunt je ook de school gebruiken als sociale structuur om daar op een laagdrempelige manier aandacht aan te kunnen besteden. Dus je kunt ook de kracht van een school, van een community, kun je juist gebruiken om intensief aan beweging te doen of intensief of creatiever met eetgedrag om te gaan. Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen een goede start hebben. En als dat thuis niet lukt, en dat is denk ik niet uit onwil van de ouders, want ik denk dat elke ouder wil het beste voor zijn kind. Vaak is het ook onvermogen of dat het niet lukt. Of dat ze gewoon niet het inzicht hebben. Nou, zolang dat niet bestaat, denk ik dat school daarin ook een verantwoordelijkheid heeft. De Kremerschool in Amsterdam is een ecumenische basisschool. De kinderen zijn vanaf het begin razend enthousiast over de gezonde lunch op hun school. Je kon duidelijk merken dat heel veel kinderen het niet gewend waren. Dus die kwamen hier binnen en die stormden op de tafels af. Van wow, maaltijd. En die vlogen werkelijk alle kanten op. Ik had geen eens geen tijd meer om het een beetje in goede banen te leiden. En zo is het wel een paar keer gegaan. Omdat de school zelf geen overblijflokalen heeft, eten de kinderen noodgedwongen bij buurtmoeders in een voormalige autoshowroom. In het begin had ik heel moeilijk met die kinderen, dus vooral met bruin brood. Ze vragen toen alleen maar witte brood.
En met de soep. En heel veel kinderen die vroegen, nou, wanneer gaan wij patatjes eten? En hoe is het na een jaar nu? Want ze eten gewoon alles. De lunchvoorziening is vlak bij de school, zodat de kinderen er lopend heen kunnen gaan. Eet smakelijk. In de klas is er ook aandacht aan besteed uiteraard van hoe eet je nou met elkaar, welke regels gelden er. Je wacht op elkaar, je valt niet meteen aan. Nou. Dus vergeleken met het begin ben ik nu wel trots op ze. Johan, wil iemand van jullie nog tomaat en komkommer? Nee, tomaat. En moet je ook een beetje rechtop in je stoel zitten? Ja, niet met volle mond praten. En goed luisteren. En je bord leeg eten. Het experiment met gezondere lunches op de 9 scholen is voor een jaar door de gemeente Amsterdam gesubsidieerd. Ouders moeten een kleine bijdrage betalen, maar dat levert toch soms problemen op. Ik heb gesprekken gehad met ouders die zeggen van, maar als ze thuis eten is het goedkoper. Dus ja, maar het kost u wel geld. Ja. Ja, maar ik haal alles bij de Lidl of op de markt. Of... Want de lunch nu kost, ja, zit dan wat subsidie bij, 75 cent? Ja, dat is heel goedkoop. En dan nog die discussie? Ja. En je moet je ook een beetje voorstellen van kijk, als je gaat overblijven, dan betaal je natuurlijk geld voor het overblijven, voor de opvang. En dan moet er ook nog eigenlijk een gezonde broodtrommel mee. Terwijl als je naar de snackbar gaat voor een patatje of een zakje chips, dan ben je een euro kwijt. En dat scheelt aanzienlijk. En dan kunnen mensen zeggen van ja, nou ja, maar zoveel is het toch niet en je werkt toch. Maar ja, niet iedereen heeft een fantastische baan die fantastisch betaalt. Soms is het heel moeilijk op te brengen. Lukt het? Zo ja, waarom denk je dat je je mes zo moet houden? Dat mes snijdt in het midden en jij houdt hem zo vast. Dan snijdt dat mes niet in je vingers. En als je hem zo doet, dan snijdt dat mes ook niet in je vingers. Ja? De Van Houten School is een basisschool voor speciaal onderwijs. Deze school heeft de hulp ingeroepen van een praktijkschool uit de buurt. Die leert kinderen van de hoogste groep zelf te koken. De Van Houten School heeft daarvoor een eigen keuken gebouwd. 5. Nee, niet in je hand vasthouden. Zo. Hier maak je hem los. Zie je? Hier maak. Je begint aan de bovenkant, ja? Je steekt hem in en dan is hij los. Ja? Wij zagen veel al dat er kinderen slechte lunches bij zich hadden. Te veel. Oud brood, alleen maar cake, beschimmelde lunchbokjes, bokjes of echt beschimmeld brood. En toen deze gelegenheid zich voordeed, zijn we daar onmiddellijk ingestapt. Oké, lukt het? Ja, jij maakt hem op smaak. Heb je al geproefd? Hoe ga je proeven? In je handpalm. Beetje heet. Nou, de kinderen die het eten maken, ja, die doen ook een bijzondere ervaring op. Al is het maar hoe een pan vastgehouden moet worden, hoe er geroerd moet worden en het uitdelen, het serveren. Je ziet dat kinderen ervan genieten. Je ziet toch ook wel dat kinderen veel bewuster zijn van wat ze eten en wat er meegenomen wordt. Dus het heeft ook wel zijn uitstraling naar thuis. Eet smakelijk allemaal. Hey, hoe smaakt het jou? Lekker. Hey, hoe smaakt het jou? Lekker. Ja? Wat eet je nog meer tussenmiddag hier? Want je hebt nu een broodje. Ik eet 2 keer in de maand patat. En soms eet ik soep en broodjes. En soms eet ik ook brood met kaas. Hmm. Hey, hoe zit het met de chips? Goed. Ja, hoe bedoel je goed? Lekker. Hoe vaak eet je dat?
Niet echt zo vaak. Ik kan dat niet hard maken, maar ik vind dat we dit jaar veel minder problematisch gedrag zien. Vorige jaren hadden we toch wel regelmatig dat er zich incidenten voordeden in school. En dat is dit jaar aanmerkelijk minder. Wordt er nou thuis ook meer over eten gesproken door de lunch? Daardoor zegt ze van ja, eet ze ook meer dingen. Ze is bewust van dat bepaalde dingen dus gezond zijn, maar ook lekker kunnen wezen. Dus dat is ook wel heel grappig. En daardoor gaat het eten thuis ook makkelijker. Ja, als ze terugkomen van school, dan gaan ze meteen vertellen. Ik heb vandaag gegeten, ik heb soep gegeten. Wat heb je? Broodje salade. Ik zeg van nou, dat is gezellig. Je eet beter dan mij. Eigenlijk. Ze eet nu veel meer fruit. Ze eet sowieso rauwkost wat meer en dan meer met plezier. Ze had het daarvoor ook wel, want dan zeiden we je moet het eten. Maar dan is het meer je moet het eten, is gezond, klaar. En nu snapt ze ook van waarom het dan gezond is, wat het doet. En ze vindt het eigenlijk ook wel lekker. En dat is denk ik ook, want zien eten doet eten. De vraag is of de politiek en ook het bedrijfsleven niet veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor gezonder eten op scholen. Ik hoop dat de politiek of dat de andere betrokkenen, zoals Albert Heijn of zorgverzekeraars of de Rabobank of wie dan ook, dat ze ook een bijdrage willen leveren aan deze pilot, zodat het op een gegeven moment kan indalen in... in het DNA van een basisschool. Nou, ik denk dat je qua gezondheidszorg, overgewicht, dat soort preventieve zaken, dat je op dit moment het kabinet tegen hebt. Ik zei een beetje, die hebben heel sterk eigen schuld, dikke bult. Zo werkt dat natuurlijk niet. Het is veel meer van dat je met elkaar die verantwoordelijkheid deelt. En nogmaals, elke ouder wil het beste voor zijn kind. Ik vind dat we achterlopen. Ja, elke school doet het een beetje zelf en rommelt een beetje zelf en die doet het zo en die doet het zo. En eigenlijk vind ik dat je daar gewoon een afspraak over moet maken met elkaar. Zo gaat het op de Nederlandse scholen. Wij geven onze kinderen tussen de middag een gezonde maaltijd. En hoe zou je het vinden als dit niet meer zou zijn op school? Jammer. Waarom? Omdat ik het lekker vind. Ik ben net in een restaurant met obers en gebraden kip en zo. Hey, en als dit nou niet meer zou kunnen in de toekomst, wat vind je daarvan? Niet leuk. Waarom niet? Omdat dan heb je geen lekkere eten, alleen maar vieze dingen. Maar die lunches die ze op school maken, vind ik heel lekker.